zit hier met Maarten Doorman, cultuurfilosoof, schrijver onder meer van het boek De Romantische Orde en de Rousseau en ik. En we gaan het hebben over melancholie. Maarten, fijn dat je hier wilde zijn voor een gesprek over melancholie, een kort gesprek. Binnenkort is namelijk de avond over de melancholie, Leven de Melancholie, hebben wij die gedoopt. Jij bent een van de sprekers. Melancholie, wat heb jij daarmee? Ben je het graag? Nou, ik probeer altijd wel een opgewekt mens te zijn, maar ik vind het wel goed. De suggestie van jou is eigenlijk wel verstandig. Ik denk dat we een stuk minder gelukkig zouden zijn als er geen melancholie in het leven was. Dus de melancholie heeft ook wel iets dubbels. Het is ook wel prettig om je te laven aan enige droevenis. En kijk, eigenlijk is niks droeviger dan iemand die altijd opgewekt is. Daar kun je op het laatst wel onwaarschijnlijk verdrietig van worden. Iemand die binnenkomt en altijd sprankelend en vrolijk is. En er is nooit een moment van aarzeling, droevenis, ellende. Alles gaat altijd goed. Ja, dat is best een beetje saai. Ja, ja. Nu heb jij een aantal jaar geleden een heel beroemd gedicht over melancholie vertaald. Ode on Melancholy van Keats. Je vertelde mij al dat je niet meer precies weet waarom je dat gedaan hebt. Maar waarom? Wat is dat voor gedicht over melancholie? Wat voor melancholie is dat? Ja, het is een typisch romantisch gedicht. Keats was natuurlijk een van de grote romantische dichters in Engeland. Zo niet dé romantische dichter van Engeland. En melancholie is een bekend thema. En je ziet ook een aantal clichés in het gedicht naar voren komen. Giftige bloemen, wat dan de bloemen van het kwaad bij Baudelaire zouden zijn. Een soort doodsverlangen. Maar ook wel een soort dubbelheid en zich weer laven aan dat doodsverlangen. En het is een heel dubbelzinnige ervaring. Maar uiteindelijk is het wel een loodzwaar gedicht waarin alle symbolen van de melancholie, bepaalde giftige planten, uilen, de scarabee, de doodskopvlinder, noem maar op. Die passeren allemaal in een zeer somber gestemd, maar wel heel knap rijmend gedicht, de revue. Ja, maar je zegt dus het is een soort flirten met de dood. Maar misschien met in het achterhoofd dat het ook dat is en niet meer dan dat? Nee, het is niet licht. Of de romantici zijn niet licht. En ja, dat maakt ze voor velen later ook onverteerbaar. Iemand als Heinrich Heine zal later in de 19e eeuw wel veel grappen maken over al die zwaarmoedige types. Maar hij is zelf ook eigenlijk weer een buitengewoon melancholiek dichter en schrijver. Ontzettend goede schrijver. Bijna niemand leest hem meer, Heinrich Heine. Onthoud die naam. Ja. Maar je ziet, daar heeft de melancholie weer een hele lichte vorm aangenomen. Ja. Kun je een ander gedicht noemen waarvan je zegt, dat vind ik nou een verschrikkelijk mooi melancholisch gedicht? Nou ja, mijn favoriete gedicht over de melancholie is heel kort. Dat is van Apollinaire, dus dat is 20e eeuws. En dat gaat over karpers in een vijver. En hoe dan ook, als je het over melancholie hebt en je ziet zo'n vis stil in het water hangen, dat is natuurlijk fantastisch beeld. Anders dan bij de romantici, want het is niet een gangbaar beeld, maar als ik het zo zeg, dan heb je. Zal ik het voorlezen? Ik heb het hier toevallig liggen. Het is maar vier regels, dus doe het in het Frans en dan zal ik er nog iets over zeggen. Is dat goed? Ja. Dans vos viviers, dans vos étangs, carpe, que vous vivez longtemps. Est-ce que l'amour vous oublie, poisson de la mélancolie? Dus dit gaat over karpers die hangen in van die visvijvers, of die zwemmen daar rond. En dan zegt hij, wat leven jullie toch eigenlijk lang? Net alsof de dood jullie vergeten is. En dan noemt hij ze vissen van de melancholie. Maar kijk, echt goede poëzie weet je eigenlijk niet hoe het werkt. En dat heb ik met dit gedicht. Het is heel kort. Je zou kunnen zeggen, de trigger is het woord melancholie, dus die stemt je melancholisch, maar dat is te simpel. En ik heb te veel gedichten te lezen om me daardoor in de luren te laten liggen, want veel gedichten waar het woord melancholie in komt, zijn überhaupt niet te harde. Dus ik heb vaak over dit gedicht nagedacht, maar het blijft heel raadselachtig. Een van de geheimen zit in het feit dat er
Er zit geen vraagteken achter. Terwijl het wel een vraag is. Ja. En dan als je mij vraagt wat heeft dat met melancholie te maken, dan zeg ik dat weet ik niet. Ja, maar ik wil nog één ding vragen dan over dit gedicht, of niet over het gedicht, maar wat je daarvoor zei. Namelijk, ja, karpers die stil in het water hangen, die stemmen toch ook melancholisch? Ja. Hoe zit dat? Ja, misschien is het een heel persoonlijke associatie. Ik ben wel eens, ik kan helemaal niet schaatsen, maar wel eens over ijs geschaatst, voor zover ik dat kan. En daaronder had je van die hele grote karpers en die kon je zien door het ijs en die bewogen ook onwaarschijnlijk langzaam. Dat vond ik nou echt een heel mooi melancholiek beeld, omdat het al koudbloedige dieren zijn. En die zitten natuurlijk ook heel dicht bij de dood, want ze zijn bijna bevroren. Maar omdat je steeds dat hele trage bewegen ziet onder dat ijs en daarboven al dat bewegen en dat levendige van die schaatsende mensen. Ik verzin het nu maar hoor, maar dat zou toch wel iets kunnen zijn. Dat contrast van dat leven en die dood, vrolijkheid met daaronder eigenlijk die trage, verstilde, koude misschien ook wereld. Want melancholie heeft ook veel met koud te maken volgens de klassieke humeurentheorie. Dus kijk, daar komen we al ergens. Ja, ja. Ja, over die klassieke humeurentheorie zullen we tijdens de avond ook nog uitvoeren gaan hebben. Ik hoop het, ja. Ja, dat gaan we zeker doen. Maar nu niet. Dankjewel. Graag gedaan, Lisa.